Mijn naam is Daniel van Harmelen. Ik ben vakbondsactivist. Nog geen kaderlid, dat wil ik wel graag worden, maar dat, nou ja, daar ben ik nog even mee bezig. Ik werk zelf bij de Albert Heijn hier in Amsterdam, Gelderlandplein. Ik ben gewoon een vakkenvuller. Maar ook wij hebben gewoon een fatsoenlijk loon nodig. Onze CEO staat op dit moment ook ter discussie. En in aanloop van onze CEO is meestal de DC aan de beurt, dus het distributiecentra. En daar zijn, zoals iedereen weet, acties geweest. Misschien dat u ook de lege schappen wel gezien in de Albert Heijn. Ik werd heel blij van die lege schappen, moet ik zeggen. Want dat betekent dat de actie werkt. Ik ben dus naar Geldermalsen geweest, waar we met Daniel hier, die gelukkig Pools spreekt. Dus ik kon ook met onze Poolse kameraden spreken. Dat is heel fijn, dankjewel. In Geldermalsen zagen we vooral heel veel toch wel buitenlandse mensen, arbeidsimmigranten vanuit verschillende kanten. We hebben een goed artikel ook gelezen in de krant van Auke de Vries, die zit hier ook. Dus dat is ook heel goed. Wat deze actie in Geldermalsen heel erg speciaal maakte, was dat die echt van onderaf kwam. De FNV was licht verrast door hoe actief iedereen was in het organiseren van een staking. Het was zelfs zo dat in Pijnakker en Tilburg wilde stakingen hebben plaatsgevonden, wat betekent dat de staking niet is uitgeroepen door de FNV of een andere vakbond, maar dat arbeiders zelf besloten hebben om naar buiten te lopen, zelf besloten hebben om te staken, om een eigen punt duidelijk te maken. En dat vind ik heel sterk. Wat het ook heel erg uniek maakt, is dat hier de parttime werkers en de uitzendkrachten juist als eerste naar buiten liepen. Dat hoorde ik in Geldermalsen van verschillende mensen, dat het ten eerste uniek was, maar bijvoorbeeld ook van vaste medewerkers, die zich meestal beter organiseren in een vakbond, die vaak lid zijn. Dat die eigenlijk achter de tijdelijke medewerkers en de uitzendkrachten liep. En dat is heel apart. Uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract, die hebben een kwetsbaarder contract. Die kunnen sneller eruit gewerkt worden, zeker uitzendkrachten. Die kunnen van de ene op de andere dag gewoon niet meer ingehuurd worden. En dan hebben ze geen rechten om daar iets tegenin te doen. Die worden gewoon niet meer ingehuurd. Maar dat is omdat juist die mensen heel hard getroffen werden door de Albert Heijn. In een toeslagenmatrix waarin zij ernstig benadeeld zouden worden. Dat zit allemaal vrij ingewikkeld in elkaar. Als iemand dat wil weten, zal ik dat graag uitleggen. Maar het is vrij ingewikkeld. En het belangrijkste wat we hoorden was ten eerste dat iedereen eerlijk betaald wilde worden. Er waren grote verschillen tussen mensen in hoe ze betaald werden voor hetzelfde werk. En ze wilden ook eerlijk gewaardeerd worden door hun baas. En zeker na de coronaperiode waarin zij essentiële medewerkers waren. En zeg maar door het bedrijf een beetje gevierd werden van dit zijn de belangrijke essentiële werkers. En ze hadden zoiets van, ja, maar daar zien we dan niks van terug. We zien een bond van €25 en dat is het. En vervolgens krijgen we 6% aangeboden van de Albert Heijn. Terwijl de inflatie gewoon gigantisch gestegen is. Ik heb vader gehoord van mensen die zeiden, ja, ik moet meer betalen aan de pomp, ik moet meer betalen in de winkel, mijn huur gaat omhoog en mijn salaris niet. Goed, in Geldermalsen is het gelukkig gelukt om in ieder geval een redelijke CEO voor elkaar te krijgen, in ieder geval zonder verslechteringen. En met 10% loon erbij voor 1 jaar, dus dat is op zich een aardig resultaat. Sommige mensen wilden nog wel verder dan dat, maar ja, die wilden toch eigenlijk naar de 14%. Dat wil ik zelf ook in mijn eigen CEO, maar ik ben daar ook realistisch en ik denk dat de FNV niet zo ver wil gaan, helaas. Zelf ben ik ook bezig met actievoeren, nog steeds bij mij in de winkel, maar ik loop er toch bij. Ik loop tegen een aantal uitdagingen aan. Ik heb te maken met hele jonge mensen, mensen met korte contracten. Ik heb te maken met een hoge doorloop, waardoor mensen zich niet gebonden voelen met het werk en niet gebonden voelen met de werkplek. En daarom ook niet gebonden met elkaar. Het is het idee van, ik ben niet over een jaartje weer weg, dus waarom zou ik de situatie beter maken voor mezelf en voor andere mensen? Want ik merk daar toch eigenlijk niks meer van uiteindelijk. En wat dat betreft ben ik blij met wat de kameraden in de DC's voor elkaar hebben gekregen. Het is vaak zo dat
de CAO van de DC's een beetje gevolgd wordt in de CAO voor het winkelpersoneel. Dus ja, ik denk dat wij hebben nu dan eerst 9% aangeboden gekregen en daarna 10%. En ik denk dat die 10% dat is echt bij elkaar gevochten door de mensen in de DC's. Wij hebben daar geen actie voor hoeven voeren. En dat is toch, ik wilde de mensen in de DC's daar heel erg voor bedanken. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar op dit moment is het zo dat mijn CAO, we hebben een laatste aanbod gekregen van de supermarkt. Of van de werkgevers, moet ik zeggen. En daarmee zetten ze de FNV en andere vakbonden ook wel heel erg voor het blok. Van als jullie nog iets meer willen, dan moeten we dus actie voeren. Maar om mensen aan het actievoeren te krijgen, daar loop ik nog heel erg tegenaan. Want de mensen willen niet lid worden van de FNV, die interesseert ze allemaal niet zo. En zeker bij mij in de generatie is er ook een soort van verlorenheid van accepteer maar gewoon dat het zo is. Wat de lessen betreft van de DC's. Ik vind dat Auke de Vries die goed verwoord heeft in zijn artikel in de krant. De bonden moeten meer doen om tijdelijk een contracten en uitzendkrachten te bieden wat zij specifiek nodig hebben. Zelf heb ik ook niet helemaal een idee wat dat precies is. Maar je ziet toch dat de organisatiegraad onder mensen met een vast contract veel hoger is. En ik denk dat ook uitzendkrachten en ook mensen met een tijdelijk contract daarbij betrokken moeten worden. En dat dat op dit moment niet genoeg gedaan wordt. En dat de FNV en andere bonden daar ook absoluut iets kunnen betekenen. En wat denk ik absoluut cruciaal is, is dat er een klasseanalyse gedaan wordt door de vakbonden. Want juist zij kunnen heel goed laten zien aan de arbeiders, aan mensen op de werkvloer, hoe zij benadeeld worden door, ja, wat ik dan maar even noem, het grootkapitaal. In mijn geval is dat natuurlijk helemaal zo, omdat ik bij een Albert Heijn werk. Dat is gewoon een gigantisch multinationaal bedrijf. Dat zich helemaal niks interesseert om de mensen die er de vakken vullen. Terwijl als wij de vakken niet vullen, dan heeft niemand te eten. Dus ja, dat is vrij handig. Of je moet een stukje verder rijden naar de Dirk. Maar ja. weet je. Je ziet toch heel erg dat klassenverschil zie je heel erg naar voren komen hierin. Ik denk dat juist een FNV bijna tot op de persoon toe, op het individu toe kan laten zien van dit is wat bijvoorbeeld een baas krijgt. En dit is wat jullie krijgen. Ik weet dat de top van de Albert Heijn, die heeft een veel hogere loonstijging gehad dan wij ooit gaan krijgen. Aandeelhouders ook. En ik denk van aandeelhouders altijd, zoek een baan. Weet je, ga werken voor je geld. Maar goed. Ik ben benieuwd. Wat ik ook belangrijk vind is dat het jongerenloon eindelijk eens aangepakt wordt. En dat heeft de FNV ook aangeboden in hun CAO-aanbod. De werkgevers hebben er helemaal niks mee gedaan. Maar het is bizar dat mensen vanaf 18 jaar 100% inzetbaar zijn. Ze mogen nachten werken, ze mogen dagen werken, ze mogen meer dan 60 uur per week werken. Dat mogen ze allemaal zelf weten. Maar ze verdienen wel 48% minder dan ik. En ik vind dat oneerlijk. Maar dat is waarschijnlijk een landelijke strijd. Dus die moeten we nog aangaan. En dat was hem dan. Dat is nu Mirjam. Ja. Maar ik ben iets vergeten te zeggen net. Maar ik denk dat dat zichzelf wel heeft opgelost anders. Brian heeft het er ook al over gehad. Is er iemand die liever vertaling heeft? Even in het Engels zeggen misschien. Would somebody like translation? Let's solve them. Yeah. Or a different language. Oké. Okay. Ik ben Mirjam Bussen en ik werk dus bij ING. Daar werk ik al geruime tijd, ik denk al bijna 30 jaar. En ik ben ooit begonnen in Leeuwarden. En dat noem ik vooral omdat, ik wil trouwens een stukje over de staking hebben. En we zijn met klimaat bezig geweest. Die dingen lopen een beetje naast elkaar. Wij hebben denk ik ook veel met elkaar te maken. Leeuwarden is voor ons ook altijd een beetje het bolwerk. Daar zitten de productieafdelingen, zoals wij die noemen, en de wat lager betaalde. En vaak ook de mensen die wat niet als eerste opstaan, zeg maar. De Amsterdammers blijven wat assertiever wat dat betreft. Ik heb er gewoond, hè, dus ik weet wel wat ik zeg.
En nou ja, wat je zag in de... Hè, ik zal even die laatste 20 jaar misschien een beetje door. Iedereen kent wel de Postbank. Hè? Dat was natuurlijk eerst een niet-commercieel bedrijf. Toen ik er kwam werken was het al Postbank NMB. Maar de veranderingen gingen nog maar mondjesmaat. Ik kan me nog wel heel goed herinneren dat klantenservice medewerkers... dat die afdelingen gingen wijzigen. En er moesten mensen die tot nu toe alleen maar antwoord hoefden te geven op klanten... die zeiden van wat is mijn saldo of weet ik wel wat. En die moesten nu opeens een turn maken naar verkoop. Nou ja, dat was natuurlijk big. En zo zag je het bedrijf stapjes voor stapje veranderen. We werden natuurlijk ING, Nationaal Nederlander kwamen erbij. Die is ondertussen ook weer af. Maar zo werd het bedrijf heel groot. We kregen financiële crisis en toen werd het een stuk kleiner. Maar ondertussen zag je dat het bedrijf steeds een stapje veranderde. En ik denk misschien nog wel het hardst na de financiële crisis of in die periode is ontstaan... dat het steeds meer ging om de aandeelhouder. Die kwam centraal te staan en niet meer de medewerker. Al een aantal jaren terug was er ook een interview in het FD met onze hoofd HR. En die zei echt, de medewerker zit met gouden kettingen vast aan ING. Nou moet ik zeggen, we hebben een hele goede CAO, hè? Daar gaat het ook niet om. Maar goede medewerkers heb je ook gewoon nodig. En die zijn vaak ook trouw. En die lopen vanzelf wel een stapje harder dan mensen die zo binnenkomen. En die ik nu ook veel zie, hè? Die werken 2-3 jaar bij ons en dan zijn ze ook weer weg. Nou, daar kan je niet de boel mee draaiende houden. Zoals afgelopen tijd ook wel eens gebleken is dat ons IT ook best wel belangrijk is, maar ook vaak uitvalt. En ik heb ook wel eens begrepen dat dat ook wel komt, omdat daar gewoon te veel verloop is in personeel. Maar goed, dus langzaam zagen we dat bedrijf veranderen. En de echte verandering begon 1 jaar of 3 geleden, toen met de CAO-onderhandelingen. Toen wilden ze per se op de nullijn blijven. Toen was het ook toevallig net corona uitgebroken. Dus iedereen zat van ja, we weten ook absoluut niet wat op ons afkomt. Hè. En daar zijn we dan ook schoorvoetend hoor, met heel veel mitsen en maren akkoord mee gegaan. Maar goed, dat lag natuurlijk niet lekker. En toen vorig jaar de nieuwe CAO-onderhandelingen weer begonnen, toen was het ook al snel duidelijk dat ze al, ik geloof, niet meer dan 2% gingen bieden. En toen had onze bestuurder al gelijk zoiets van, nou, daar gaan we niet eens over praten. En wat vervolgens ook heel snel bleek, is dat de onvrede bij het personeel, wat dus waarschijnlijk zich al jaren had opgehoopt, dat komt dan op een gegeven moment naar buiten. En wij hebben dan zo'n intranet. En wat ik daar allemaal zag staan, vermelden, wat mensen allemaal riepen, dat had ik nog nooit meegemaakt bij ING. Echt nog nooit. Hè, er werd openlijk heel kritisch over het bestuur was er. En ik zag daarnaast ook nog eens, had ik een kadergroep die met mondjesmaat en vaak eigenlijk door eigen collega's die de kadergroep bij kwamen, zag ik opeens de kadergroep heel veel groter worden. Er waren heel veel mensen, werden opeens toch wel geïnteresseerd van hey, wat doen jullie en wat kunnen we doen en hoe kunnen we helpen? En dat, ja, ik vond het echt ook heel mooi om mee te maken. Want over een jaar ga ik dus met pensioen. Maar ik dacht, nou, dat is toch best wel mooi om mee te maken dat het dan toch kan allemaal. Ondertussen had ik ook een stapje terug gedaan. En dat je moet ook echt zorgen dat er een nieuwe generatie ontstaat die het overneemt. Ik was ondertussen ook iets meer met klimaat. Want wat er tegelijk ook gebeurde, is dat we eigenlijk nou in ieder geval wekelijks klimaatactivisten voor de deur hadden staan. En dat doet je toch wel iets denken van, hey, er is toch wel echt iets serieus aan de hand. Toen was er ook nog van Pointer een uitzending eind vorig jaar van die gasterminals in Amerika. Nou, daar is trouwens heel weinig ophef verder over geweest. Maar ja, het zet je wel aan te denken. Tegelijkertijd hadden we ook als kaderlid, zit ik ook in de subsector, en kregen wij wel door dat Milieudefensie eigenlijk contacten met ons zocht. En dat contact is ook gekomen. En toen is er een samenwerking ontstaan. En tegelijkertijd zaten daar ook weer klimaatactivisten, in dit geval van XR, bij. En het grappige is dat die
kende ook weer veel mensen, van mensen die bij ING werkten. En die zei, ja, ik heb deze naam en deze naam en deze naam voor je. Die mensen willen ook wat met klimaat. En zo ontstond er dus al heel snel, het was maar een klein groepje hoor, van mensen die echt wat wilden. En één iemand zat in de IT en zei, ja, ik wil een petitie gaan maken. Ik zei, nou, dat is een goed idee, gaan we doen. En dat hebben we dus ook opgesteld. Het punt was alleen wel dat ook die cao-onderhandelingen steeds stroever liepen en ook uitgemond is in stakingen. Dus er liepen nu wel twee trajecten naast elkaar heen. Dat was één van de staking en één van een petitie die we gelanceerd hebben. Het was ook best wel moeilijk om dat goed onder de aandacht te brengen. En we hebben ook heel veel tijd aan een tekst. Misschien hebben we de tekst ook wel te mooi gemaakt. Maar toch, we merkten wel, we hebben hem op intranet gezet en hier en daar gedeeld. We hebben maar 100 handtekeningen uiteindelijk opgehaald. Maar we hebben wel een discussie. Je merkt wel, je hebt een eerste stap gezet. We kregen toch wel heel veel reacties van verschillende groepen, ook binnen ING. Ook van de jongere groep waar we nog contacten mee verder moeten maken. Maar ook van andere, van losse andere mensen, die waardoor je ziet van, hé, het leeft wel. En we gaan wel iets tot stand brengen. We hebben ondertussen de petitie overhandigd. Het eerste wat wel werd gezegd van, goh, je had 1000 handtekeningen moeten hebben. Ik dacht, nou, dat doen we dan de volgende keer. maar je zag dus wel dat dan opeens toch wel er iets losgemaakt wordt van, hé, want dit komt van mensen zelf. Hè? Er werd altijd een beetje banideerend. Ach, die mensen buiten. En er werd altijd gezegd van, ja, ze bedoelen het goed hoor. Maar ja, ze willen gelijk en fossiel. En dat kunnen we niet en dat kunnen we niet. Want het grappige is ook wel weer, of het bijzondere moet ik zeggen, dat ING ook intern best wel bezig is. Hè? Gedeeltelijk wel met een beetje greenwashing verhaal, maar met de andere kant ook wel heel erg met de bewustwording van hun eigen personeel. We hebben bijvoorbeeld ook een soort opleiding of een soort die je kan volgen intern van de Climate School. Ik heb ook begrepen dat ze dat misschien verplicht willen stellen. En dat gaat best wel ver. Dat maakt echt wel mensen bewust. Want ik weet wel, dan na de eerste serie had ik al zoiets van, waar is de uitgang? Want dan zie je dat het echt heel ernstig is met de klimaat. Hè? Dus als je zo je eigen mensen bewust maakt, dan denk ik, nou, dat vind ik ook wel goed hoor. We hebben bijvoorbeeld ook wel sessies met Umberto Tan. En dat gaat dan allemaal een beetje op een popiopie manier. Of Helga van Leur was er van de week weer. Ja, ze halen alles uit de kast om het eigen personeel te doen. Maar toch, dus en die staking. We hebben nu wel een cao, maar de volgende cao-onderhandelingen zijn we alweer aan het voorbereiden. Dus bijna de volgende acties alweer. Hè, want we weten dat het. En ook met de petitie. Hè, we hebben natuurlijk, ik zit bij het netwerk Klimaat. En we gaan door met Milieudefensie. We wilden eigenlijk het liefst dat er een bijeenkomst kwam binnen ING. Maar dat was zeker naar de aandeelhoudersvergadering misschien net iets te hoog gegrepen. Maar ik denk wel, de eerste stap is gezet en ja, hopelijk volgen er nog vele meer. Ja. Thomas. Ja, wat moet je zeggen? Ik denk hele mooie inspirerende verhalen uit de praktijk. En ik wil met jullie even kort terugkijken naar wat hebben we nou gezien afgelopen cao-seizoen, zoals dat dan heet. En hoe kunnen we ook vooral vooruit? Want wat we hier zien zijn denk ik hele mooie praktijkverhalen. Maar we kunnen ook veel putten uit historische ervaringen van de vakbeweging eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, toen er nog geen computers waren. En heel veel van die technieken kunnen we ook gewoon nu weer hergebruiken en worden ook op sommige plekken heel succesvol ingezet. Wat zien we dan het afgelopen jaar? Het zal je niet verbaasd zijn, maar er waren veel acties. Even ter gevoel, ik hou van getalletjes. De afgelopen 3 maanden, de eerste 3 maanden van dit jaar, waren er meer acties dan in heel 2022. 2 keer zoveel in de eerste 3 maanden van het jaar. Dus dat belooft wat. Ik weet niet of dat een hete winter is, of hoe we dat moeten noemen. Maar dat is hoopvol. En tegelijkertijd zien we dat samenhangt met mensen, werkende mensen die lid worden. Dus actieve actie die zij ondernemen, zij worden lid van ons. Van de brede vakbeweging zien we dat mensen zeggen, hey, we snappen het nut, we begrijpen het en we zetten die stap. We meten al jaren bij mensen van, ja, waarom ben je nog geen lid? De meest voorkomende reden is dat mensen zeggen, het is mij nog nooit gevraagd. Ik had er niet echt over nagedacht. En je ziet met alles in de kranten, met de successen, die soms nog wel wat beter kunnen, dat mensen dat gaan inzien.
En dat als ze dus lid worden, dat ze ook actiebereid zijn. Ik denk dat een heel cruciaal onderdeel is. Dat je niet passief lid wordt. Je zegt, ik word lid en de vakbeweging gaat het voor mij regelen. Ik heb een onderhandelaar en... klaar. Nee, ze zijn ook actiebereid. En dat is vrij cruciaal. Want zonder actiebereide leden geen macht. En zonder macht geen goede afspraken. En geen dingen die wij willen voor elkaar krijgen. Zoals de punten die genoemd zijn. Hoe gaan we dan vooruit? Want ik denk dat we sterker zijn dan vorig jaar. Maar we zijn nog niet sterk genoeg. We hebben gesprekken over Tata gehad. Waar het ook nog aan macht ontbreekt om onze doelen te realiseren. Het gaat hiernaast over strijdbaar links. Ik denk dat daar ook nog wel wat ervaringen op te halen zijn. Dus ik wil een paar technieken pakken. Voornamelijk uit begin 20e eeuw, eind 19e eeuw, die de vakbeweging toen succesvol inzette. En wat we daarvan nu kunnen leren en waar dat ook nu al gebeurt. En dat ga ik proberen in rap tempo te doen. Het eerste, de whole worker perspective. Dus de hele werkende persoon perspectief. Dat is een concept dat houdt in dat je mensen ziet als mens en niet als lichaam. Nou, dan denk je, dat is rollen wiedes. Maar heel vaak als je gaat staken, dan zie je eigenlijk dat het gaat om aantallen. Hoeveel van de hoeveel? Hoeveel lichamen waren er bij de XR-actie? Terwijl we eigenlijk de beweging willen maken op termijn naar het zien van mensen. Er waren specifieke mensen met vaardigheden, interesses, connecties tot de macht, waardoor zij zich machtiger hadden kunnen maken. Dus niet alleen het feit dat jij je werk neerlegt, dat jij als mens dat doet, niet alleen dat jij op een plein staat, maar ook de relaties die jij mee kan nemen, moeten we inzetten. Nou, een voorbeeld van de A12-actie daarvoor is dan dat geloof ik een orkest daar ook aanwezig is. Dat is een grotere stap van jezelf meenemen dan jezelf als lichaam daar neerleggen. Dat perspectief was de vakbeweging vroeger beter in. En nu zijn we daar minder goed in. We zijn nu vooral bezig met ledenaantallen en nog minder met opgeleide leden die tot macht kunnen vormen. Dus dat whole worker perspective, dat zou je wel mooi morgen kunnen gaan beginnen. Maar in de CAO supermarkt werken, als ik me niet vergis, 150.000 mensen. Misschien zelfs meer. Dat is vrij moeilijk om met z'n allen tegelijk te gaan doen. En dat zou denk ik ook niet zo moeten. Dus je zal een onderscheid moeten maken in mensen op wie je als eerst richt. En mensen die daardoor met meer ervaring, met meer vaardigheden, hun collega's mee kunnen nemen. Nou, binnen de vakbeweging heb je het dan vaak over activisten en leiders. Twee termen die nogal beladen zijn, maar die toch nuttig zijn om te gebruiken. Een leider is iemand die kan mensen meenemen, in zijn meest simpele zin. Dus als jullie iemand vragen mee te gaan naar het Marxisme Festival, dan ben je al een eerste stap naar leiderschap aan het nemen. Wij zien gewoon wel dat je in verschillende werkplekken mensen hebt met verschillende rollen hebt. In elk team heb je dynamieken. Er is één iemand die neemt de rest toch mee. Soms vaak meerdere mensen. Sommige mensen willen die ontwikkeling doorgaan en die stappen zetten. Als wij ons richten op die leider, dan kunnen wij veel meer bereiken dan als we ons richten op een persoon als lichaam. Tweede, dat zijn de activisten. Dat zijn jullie. Of je het nou wil of niet. Jullie zijn bevlogen, jullie hebben een mening, jullie vinden dat er iets moet gebeuren. En de vakbond in het verleden heeft nog wel eens gezegd, wij richten ons puur op die leiders. En we richten ons niet op die activisten. Nou, daarmee mis je heel veel. En kan je ook genoeg mensen tegen het zere been schoppen. Juist door je ook op die activisten in combinatie met die leiders te richten, kan je energie creëren in een groep. Ik heb 5 minuten en ik ben halverwege. Oh. Dus dan ga ik rustig door. Waarom wil je op die groep richten? Omdat je langdurige macht wil opbouwen. En zoals jullie allebei misschien ervaren hebben, ik geloof dat er één bestuurder op ING zit. Ja, die persoon kan nooit iedereen kennen, kan niet in elk team zijn. Dus je moet juist macht opbouwen op de werkvloer. Ik denk dat het ideologisch ook vrij cruciaal is dat we dat doen. Arbeiders zelfbestuur houdt meer in dan een bestuurder die arbeiders bestuurt. Dat over de leiders en activisten. Oh ja, als laatste punt dat ik nog wilde maken over structuurtests. Ik ben een groot fan van structure tests of structuurtests. En dat houdt in dat je bijvoorbeeld een petitie doet. En dat je die gebruikt om je macht te meten. Je snelheid van je macht te meten. En daar ook uit strategie te bepaling te doen. Dus stel ik doe een structuurtest op de ING. En specifiek Leeuwarden vult binnen een dag vult 50% de petitie in. Dan vertelt ons dat heel erg veel. En dan kun je dat gaan inzetten. En op dit moment gebruiken we dat nog onvoldoende. We weten niet wie de structuurtest haalt, hoe, waar en wanneer. En we zien het tekenen van een petitie als iets generieks. In plaats van het bouwen naar, waar ik van hou, 65% meerderheden. Dus mijn favoriete structuurtest is een meerderheidspetitie. Dat is een petitie die je doet op een thema die je belangrijk vindt. In dit geval, wij eisen inflatiecorrectie. Dat is best wel breed gedragen, is de ervaring. En dan ga je zeggen, deze petitie gaan we ondertekenen.
En die gaan we overhandigen aan de baas, met zoveel mogelijk mensen. Maar dat doen wij pas als jullie, 65% van je collega's, het hebben laten ondertekenen. Waarom doen we dit? Ten eerste, het leert massa's te bouwen. Jullie moeten aan de slag om die collega's mee te krijgen. Ten tweede, het leert het belang van de grote, sterke meerderheid. Met een petitie met 100 mensen is mooi, maar daar schrikt de baas over het algemeen wat minder van. Ten derde leert het je inzien dat alleen de verandering kan ontstaan als jij en je collega's daartoe in beweging komen. Dus de meerderheidspetitie is één voorbeeld daarvan die ik heel leuk vind. Ik heb hem ook wel eens met foto's gedaan zien worden. Dus dan heb je zo'n bord met heel veel foto's van mensen erop. Dat staat ook heel krachtig. En dat beschermt ook. Want die 100 ondertekenaars, als je die met name een rugnummer aanbiedt, wat gaat de baas doen? Nou, die zal in ieder geval niet heel blij worden. Laten we het zo stellen. En door dus ook daar naartoe te bouwen, bouw je ook die zekerheid in die mensen nodig hebben om op te staan tegen hun leidinggevende. Dit zijn een paar technieken. Zijn er nog veel meer waar je het over kan hebben die volgens mij heel interessant zijn om hier nu te gebruiken. Die we niet meer zijn gaan gebruiken om weet ik veel welke reden, maar die juist heel erg toepasbaar zijn. En daarbij gaat het erom dat wij centraal stellen dat de verandering moet plaatsvinden door de mensen die daar werken. Mensen die daar activist zijn, mensen die daar leider zijn. Dat die opleiding ondergaan in de strijd. Niet in abstract in een zaaltje alleen maar ook in conflict met die werkgever. En daarna het zelf tot bepaalde hoogte helemaal alleen kunnen gaan doen. Want dat is volgens mij de weg naar een sterke, strijdbare vakbond en een strijdbaar links. Dank jullie wel.